Wow, heel lang geleden. I know. I know. En zei ik, dit was toen we nog gezond waren. Dit was voor de... Eigenlijk, voor mij gebeurde dit net precies tot de coronatijd. Voor de duidelijkheid. It's like, fuck me. By the way, er was een originele game muziek hier, maar ik heb het verplaatst. Why though? Ik ging een beetje te erg diep in mijn own soundtrack kind of thing. Ik vergat het om te checken of er nu een OST was voor dit spel. Right. Voor dit level en zo. Ik guess dat gebeurt wel eens, I guess. Weet je, ik heb een beetje, like, soms zit ik naar kijken naar welke muziek het welke is en zo. Dan hoor ik like, andere teams en zo, toch? Mm-hmm. En dan heb ik soms zoiets van, maar deze team klinkt zoveel beter, waarom wordt deze niet gebruikt? Anyway, Android 16. Die is big. Ja, hij is een Android, dus hij heeft natuurlijk weer de stomme dinges waar hij like, automatische energie charged. En je kan beter waar gewoon aanvallen doen, want dan laat hij meer energie op. Dus ik weet dat hele vervelende, trage ding die aan gaande is. Ja. Eigenlijk, Hell's Flash is like, zijn normale aanval in dit spel. Huh. Dat is like, super attack. Zijn ultimate attack is wanneer hij like, de Allahu Akbar doet. Ah, fantastisch. According to my data, you have no chance of winning. You know, dat wil ik je zeggen. Heel technisch gezien geen kans om te winnen. Oh, Android 16, je zei dat je power equal was, maar daarvoor zei je dat hij geen kans had om te winnen. What the fuck? In dit spel heeft hij ook machine impact gekregen, wat eigenlijk best wel goed is. Je kan gewoon in iemand rammen, zoals je altijd wilt. Ja. Oh, you know, it's like, met een lichaam zoals 16. Waarom zou je niet gaan rammen? Mijn favoriet gedeelte is dat als je onder water zit, je doet die aanval, dan zit je opeens weer op de grond. Je zit opeens weer op het plot. Like, 16 teleporteert wanneer die cel gooit. Mijn favoriet gedeelte, fucking, waarom moet je op een AP leven? Never happened. I never knew you were this strong, 16. Man, Android 16 had like one shining moment en daarna werd hij je side character. Run away while you stand. I know, right? Anders had bij hem, en ik guess hij was te sterk, zo moest de kopje lager. Sup, Nibba? Anyway, ik denk wel een beetje een kutdag. Dat was ook een originele OST, by the way. It's like, weet je, jij zegt van, jij wilde like, gaan om 6 uur in plaats van middag. Mm-hmm. Ik van, fuck, dan moet ik gaan schrijven in de middag. Oh, ik hoop dat ik mijn motivatie nog in orde kan krijgen om dat te doen. En dan checkte ik mijn mail. Forgive me, Chacho. Oh no. I feel like the end is near. Ik heb een uitnodiging gekregen voor een huisbezichting. Anyway. Dat betekent dat ik, like, daar was ik dus bezig met mijn hoofd. Dus ook, wat is dit huis dat ik moet bekijken en wat is dit en wat is dat? Weet je wel? Uh-huh. En, like, waar is het en zo? I guess het is iets dichter bij Rotterdam, I guess. Het is niet. Ik weet niet zeker, though. Ik ga er wel waarschijnlijk bekijken, though. Maar het is ook een groepsplek bezichting, geloof ik, dus dan... krijg ik hem waarschijnlijk nog steeds niet. Knowing my luck. Je moet me afwachten en zien. We zien wel. Buiten dat, ja, ik heb bijna geen motivatie meer om te schrijven en zo. Ik heb al een tijd gespeeld en dat shit. Deze team is van Xenoblade Chronicles, by the way. Ja, ik merkte het. Is like. Was dus like de fucking hele huis bedoeld dat like je motivatie helemaal weghaalt vanwege de afleiding of? Het is gewoon, ja, het is gewoon van, weet je, like, ik heb geen motivatie in de middag. Right. Daarom doe ik liever deze commentaries in de, like, in de middag in plaats van in de avond, maar goed. Right.
Alleen, ja, ik heb geen motivatie meer kunnen krijgen door dat shit. We zouden binnen weer kunnen schrijven naar de set. Buiten dat, though. Even denken, ja. Volgende week begint, ga ik weer naar Akato toe. Dus we moeten volgens mij vaker sowieso in de middag gaan. En in de avond gaan commenteren, zeg maar. Well, you know, it's like... Dat begint tot donderdag met de fucking avondstreams. En dan moet ik weer... Dan moet ik op weg naar Utrecht. Waar moet je naar Utrecht toe gaan? Fucking cursus volgen en shit. Je gaat een cursus volgen in Utrecht? Ja, liever daar dan dat ik in Rotterdam had gevonden, zeg maar. Zo, ik heb uiteindelijk besloten om even mezelf nuttig te maken voor de toekomstige generatie, hoop ik. Dus ik ga een fucking wiskundedocent worden en krijt op hem gooien. Ik kan niet wachten. Oké, dus Jesse, sorry, ik kan even niet altijd er zijn tijdens de commentary, want ik moet helemaal naar Japan toe vliegen om deze ene les te leren naar weer terug vliegen. Nou, dat is zo'n beetje hoe dat gaat, hè. Is dan ben ik daar voor fucking 4 uurtjes of zo. Dus van 9 tot fucking 1 en dan moet ik voor een uurtje weer terug gaan reizen, zo. Dat is de hele reden waarom ik volgens mij niet in de middag echt kan komen. Of beginmiddag. Well, that's fine. En, you know, it's to be honest though, it's veel beter. Want ik moest daar maar voor fucking 800 euro betalen. Ik had eentje in Rotterdam gevonden. En weet je wat de cursus is? Wat? Fucking 1 jaar dat volgen. Voor 2500 euro. Gelijk in één keer, toch? In één keer. En ik ben fuck that noise. Want de andere kostte me €800 euro en ik doe het maar voor een fucking half jaar. What happened? Is een groot verschil, ja. Is motherfucker, ik neem die half jaar in een heartbeat alone, hè. En het beste, ik hoef alleen maar 2 dagen daar naartoe te gaan. Oh, les te volgen, sorry. Eerste dag ben ik weet je wel, bij Utrecht. De andere dag ben ik thuis met Microsoft Teams. En alles wat dat is, ik doe mijn huiswerk, ik hoor wanneer de toets is, ik maak mijn toets. Damn, deze blauwe bal gaat tegen de rode bal aan. De blue balls are stronger. Oh god, zulke voetbalt. Man, ik hou van Super Jeet in het spel, though. Hij voelt zo vol. Hij heeft een coole counter attack, heeft een coole rush attack. Hij heeft een big bang attack. Hij kan vol key blast schieten. Hij heeft wat boost. Dan is er natuurlijk de final flash. Of course. Maar hij is Vegeta is altijd wel de coole geweest in geval van wat hij doet. It's like he's just, you know, the punching back of Dragon Ball Z. Right? It's like, je kan hem voorstellen als de zwarte man in Hollywood die altijd dood moet gemaakt worden. Ja, wat Piccolo mee was de laatste tijd. In Super of ook in Z? In Super. Nou, in Z, I guess. Het begint met Raditz, hè? Ja, je hebt gelijk. It's like, beide zijn slachtoffer van dat. Als ik denk aan degene die altijd eerst doodgaat, dan is het... Man, het is niet per se doodgaan, maar weet je het eerste die wordt verslagen. In dit geval. Is dat niet grillen? Ik wel... Kijk, ik had deze avond dood. Dus de quick kick en dan de trap in de keel naar het gewoon op de grond smijten. Ja. Yeah. Maar dan is er deze Atomic Blaster attack die ook doet, als het cool is. Gaat gewoon, ja, hier. Dat is ook perfect getypt met de fucking muziek. Dat was niet expres, by the way. Just happened. Fucking 2 dagen les voor een half jaar. En alles is zelfstandig studeren en zo. Wat anders kan je vragen, hier, wacht, je geeft les of krijg je les? Ik krijg les, my friend. Oké, ik wil zeggen dat. Het is gestudeerd om een wiskunde student te zijn. Ik ga leren om een wiskundeleraar te zijn door de leraar al te zijn, wat? het is heel erg voordelig voor de toekomstige generatie. Niet alleen kan ik fucking handschriften lezen van dokters wanneer ik klaar ben met studeren, ik kan kruid gooien op leerlingen. Ik weet niet wat andere voordelen nog zijn. Je kan kruid gooien op leerlingen en je kan. Ernest, ik weet het. Je kan
Ik kan ze dwingen om anime te kijken. Oh, dat is ook het. It's like, ik kan met ze lekker, ik kan met leerlingen praten over fucking games en shit. Ik zit gewoon lekker tijdens les met sommige fucking jongens te praten over games, like, what the fuck. Ennis, ik weet het, moet ze Dr. Stone laten kijken en zeggen van, ja, dit hoort ook bij de wiskunde, like, les. It's, ik kan het niet doen, dat is te fucking advanced wiskunde. Dan nou, opnieuw, ga naar de universiteit zo, maybe they'll teach me better. Ja, je kan het doen, Ennis, klopt. Maar ja, is like... En is like, you know, is like, er zijn zoveel voor, er zijn zoveel dingen die ik kan doen, is like, als zelfs de fucking toekomst met school uiteindelijk ten onder gaat, kan ik nog steeds online lessen geven. Ja? Is like, it's never ending. Als en als iemand niet luistert, dan hack je zijn computer, want Dennis kan dat doen. Exactly. Is like, wat? Nou, je dacht dat ik niet merk dat je hem daar aan het kijken was, hè? Like... En dan like, je slaat hun hentai op, en dan zeg je van, oké, en nou, en dan in de hoek jij. Trunks, let him do it. No, I'm going to stop him. Even if I have to beat you first, Dad. Beat me, you say? I doubt you can bring yourself to attack your own father. So, you know, they're in a bitch fight, so you have to do. So, yeah. Het is nog steeds een van die momenten waarbij like, Vegeta alleen maar weet de beet te eten. I know, right? Like fucking Vegeta, man. Like, iedereen zegt over hoe hij like, de fucking MVP was bij het laatste vecht tegen Cell. Maar was de reden waarom hetzelfde vecht eigenlijk gebeurde om mee te beginnen? Ja. It's like, it's Vegeta, man. It's like, don't feed the trolls, you idiot. Don't feed them. Ik heb Vegeta's wijzer geworden, want hij heeft like, ook 50 keer een idioot genoemd doordat hij Freeza heeft teruggebracht op leven. It's like, iedereen zit op mij te schreeuwen en shit van wat ik heb gedaan. Maar oh no, wanneer Doku doet, is het niet oké. Okay. I'm not gonna let him get past this one. Kijk, mij als... Dit is... Ja, zeg maar. Dit is de... Dit is de, like, dit is Trunks, dit is like Trunks team eigenlijk, instrumentversie van Trunks team. Ah. Ikarino Willpower. Het klonk te veel naar, Mega Bad, dus ik dacht voor Bad dat Mega Bad muziek was. Dude, als je nou like een oudere track van, like, track van Z luistert, dan zou je denken, like, dit is eigenlijk like, fucking techno beat music. Shut up! Shut up, I'm dying over here, but that is too strong. Not new though, it's like, does it make sense here? What? It's like, Trunk zit zich eigenlijk in te houden en shit. So, eigenlijk, nee, hij zit zich ook in te houden. Kijk naar zijn haar. Ja, yeah. Is een normale, is like, is nog niet ultra super saiyan. Want ultra super saiyan in dit spel is fucking shit. Echt, het is... Garbage! Kan je vertellen dat Vegeta ook de Ultra Super Saiyan was? Nee, hij is nu een Ultra Super Saiyan. Trunks is niet, ik bedoel Trunks Ultra Super Saiyan. Oh, je bedoelt Trunks Ultra is garbage. Ja, Trunks Ultra is fucking garbage! Ah, ik ben dood nu. Well, you know, it's like, ze proberen een beetje meer aan de anime te liken en... Wat verwacht je anders? Zelfs vergelijken met like, Razor Blast 2 en Tekken 3, dat was fucking like, Trunks Ultra for shit. You're too late, lol. Damn it, how did that happen? Solar flare. What the fuck is a solar flare? I like how, like... Ik weet niet wat ik leuk vind, is dat gewoon, like, hier ze gaan we zo van... Het verhaal gaat zo vooraf. Nee, ik wil hem niet sterker laten worden. En dan zonder uitleg, in de volgende level. Ja, dit is zelfs perfecte vorm. Wacht, wat? What happened? What happened?